Ja, mensen, ik ben hier vandaag. Vandaag gaan we verder met Pokémon Hardcore aflevering 11. Alright, we gaan vandaag dus verder met Pokémon HeartGold. Zoals je kan zien in de layout heb ik helemaal niks aan Pokémon veranderd. Ik had wel even nagedacht om terug te lopen naar het dorpje 2, is wat volgens mij, waar we een Gastly in die tower kunnen vangen. Dat fucking chill is om te doen. Leek mij een heel strak plan, want Gengar en Haunter zijn heel chill. Ik weet niet of het handig is voor dit spel om te doen, maar het is heel chill. Verder zijn er reacties. En in de reacties... Er zijn reacties, wow. Nee, in de reacties hebben ze bijvoorbeeld gehoord dat Gordon... dat we die eigenlijk beter weg kunnen pleuren. Want later in het spel, en toen ik het las, dacht ik, oh ja, dat is waar. Maar later in het spel kunnen we dus een Shiny Gyarados vangen, wat heel chill is. Dus ik denk dat we dat gaan doen. Maar als dus dat hebben we wel een waterpokémon nodig. Dus ik denk dat we Gordon wel gaan houden. Totdat we een nieuwe waterpokémon tegenkomen. Dus dat was chill. Verder moeten we Geert trainen. Geert is voor mij met een T. Had Wouter achtergelaten. Dankjewel, Wouter. Dankjewel. En verder, Spinmeneer is achtergelaten dat hij pitgevaarloos is. Dus ja, heel jammer. Verder, Jacco. Jacotje Games. Super toffe kerel. Hij heeft mij een beta key gegeven voor. Fuck, weet je, The Crew, race spel. Fucking awesome! Goed, ik heb het gevoel dat we hier heel langzaam lopen. Hoort het zo snel te gaan? I don't know. I don't know. Hoort het echt niet snel te gaan? Is er geen doorspoel? Fuck. Waar? Oh, hey. Is het wel dat die 30 fps gaat? Hoort het niet wat sneller te lopen? Wacht. Configuration. Frame skip. Never skip a frame. Laten we die eens zeggen naar 2. Dit loopt gelijk als ik weet. Dit klinkt veel meer zoals het naar mijn gevoel hoort te zijn. Fuck, ik heb trouwens de hele configuration. Control configuration aangepast in de vakantie. Dus. Hier. Beginnen we. Sorry dat ik het midden in de aflevering door. Het spijt me. Je hebt tussen hier een mooie Go Gordon met een wijsvinger erboven. Ik bedoel, hé, hey, waarom ook niet? B, A, X. Of dat is I, dat is X. Dan, ja, dit wordt dan start en dit wordt select. En dan wordt de, ja, dit zijn L en R. Ja, dit is top. Zo. Sorry dat ik midden in de aflevering doe, maar ik heb gewoon echt schijt aan. Door anders moet ik weer moeite doen. Fight! Oh, kutje met waarloos. Shit, vergeet dat je vaarteloos bent. Bent vaarteloos. Ja, wat is goed tegen? Wat is dit voor type? Hoppip, hoppip, hoppip. Geert moet wel wat training. Geert kan wat training gebruiken. Voor mij een van de laatste. Als ik niet fris. Ja, er komt een dokepier bij. Wat handig is, maar voor mijn gevoel is het super handig. Maar voor mij had er ook iemand afgeleid dat hij niet heel handig is. Dat ze die net goed gewoon weg kunnen pleuren. Ja, dat we moeten uit laten komen voor de Pokédex entry, maar dat het naam waarloos is. Het is voor mij thuis een berichtje op Skype. Weet je wat, ik kijk het gewoon in de aflevering. Oké, dat is een niet boeiend berichtje. Dat kan ik uit ervaring vertellen, aangezien ik weet in welk groepsgesprek het is gezegd. En er wordt bijna nooit dit gezegd. Dan zou ik kunnen zeggen, hey Jeroen, ga uit het groepsgesprek. Maar dat doe ik lekker niet. Ik blijf gewoon lekker in. Verder. Dit is maandag. Zien jullie dit? Ja, we zien dit op een maandag. En zondag, gok ik. Zondag komt de video. Minecraft Survival. Koda Survival. Dan ga ik een lekker shout geven aan een YouTube-ster. Die noemt dat mijn klas. Maar dat wil ik niet in deze doen. Ik wil even de serie echt heel erg op de zee gericht houden. Behalve Minecraft Survival. Daar is niet echt iets over de game te vertellen. Want iedereen kent al Minecraft Survival. Dus daar kan ik leuke verhaaltjes vertellen. Dus ga ik dat daar doen. Dus weet hoe andere mensen uit mijn klas. Het is niet echt mijn klas. Het is, we hebben nou intro week. Als je het ziet dan niet meer hoor. Dan is het intro week of bij. Want met opname het is donderdag. Echt toch? Het is donderdag 28 augustus. Hoi. Een week. Oh kut, ik moet nog een speeder. Ah. Ja, een week geleden stond mijn stomme jaar 1. Stomme jaar 1 kanaal. Wat? Wat? Bestond mijn kanaal 1 jaar. En nee, dit. Dit voelt wel zo snel als het wordt, maar het lopen voelt te langzaam of zo. I don't know, zou Hoppip handig zijn in mijn team? I don't believe it. I don't believe it! Ow! Warner leelt op level 15 tackle.
Gok ik. Dus die moet daar nog een klein beetje getraind worden. Voor de rest Geert Wilders. Ja, Geert Wilders. Hi, hallo. Ga maar. Jij mag aanvallen. Trouwens nog een leuk feitje. Als deze video heel kort duurt, dan kan het zijn dat ik ermee gebeld tot moet gaan eten. Ik weet niet of ik het ooit heb verteld, maar ik word gebeld als ik moet eten. Aangezien Nederland wordt steeds luier. En als ik met deze headset die haalt heel veel geluid weg, ja. Het is heel afsluitend. Ik doe de deur dicht, met de game aan, hoor ik niet meer wat ze beneden zeggen. Want ik zit op zolder, zoals je kan zien, aan die schuine muren achter. Met een mooie Biotown reclame poster. Hier moet een Elonie poster of een Kodav poster, I don't know. Of een Pokémon poster, kan ook. Je moet in ieder geval die andere poster, anders maak ik geen reclame voor het. Nou ja, maar ja, ik heb toch al 50 videos of zo met die reclame erin. Maar dit is een mooie zolder. Hi, hallo, mooie zolder. Wat was ik alweer? Oh ja, veel verbellen. En ik hoorde dus bijna nooit eens ze roepen. Dus wat ze doen, ze zijn gewoon intern aan het bellen. Dus dan gaan ze beneden, naast de keukentafel, staat ook tv. Of tv. Ja, staat tv, dat is waar. Ik ben zo hartstikke rijk, we hebben gewoon tv naast de keukentafel. Het is echt niet dat we lui zijn of zo, nee. Maar er staat dus ook een telefoon. En dan gaan ze daar naartoe. En dan bellen ze naar mij. En dan is nee, we gaan eten. Loop je naar beneden en neem je gelijk je zusje mee. En dan zo, oh, is goed. En loop ik naar beneden, kom langs de kamer van mijn zusje, klok op de deur, zeg, hey, we gaan eten. En zo, oké. En dan loop ik naar beneden en dan krijgen we eten. Dat is hoe ik rol. Ik rol zo. Wordt gebeld. Dus dat heb je soms een paar keer gehad in de aflevering, als ik word gebeld. Heel vaak gewoon van beneden. Extern bellen neem ik bijna nooit op. Want tegenwoordig hebben we geen nummerherkenning meer. Dus als wordt gebeld, ja, er staat geen nummer, er staat interne oproep of externe oproep. Intern is gewoon in huis en extern is dat van buiten huis komt. Nou, geweldig, hè? Zo, ik wil Geert even level 10 hebben. I don't know, ik ga het opzoeken. Bulbapedia. Nee, niet Bulbapedia. De Shiri. Ik heb een nieuwe volger op Twitter. Bedankt, Jerrel. Wow. Shiribi. Dat is een mooie Pokémon Pokédex. Gaan we zoeken op... Nee, niet hier. Fuck. Marie Heart Gold. Hoppakee. Hond. En die evolueert op level 15. Oké, hebben we niks aan. Fuck. Deze moet nog 6 levels trainen, man. Fuck. Ik ga denk vanavond in een livestream die dingen trainen. Ik dacht van nee, ik neem even 4 afleveringen op. Maar ik was eigenlijk allemaal level 15 hebben voor die gyms. Ik ga waarschijnlijk vanavond livestreamen en die dingen. Maar jullie hebben of die livestream al gezien of jullie van ah. Jeroen heeft gezegd van nee, geen livestream meer. Kan ook. Kan ook dat ik zeg van nee, fuck jullie allemaal. Ik doe geen livestream meer. Ik vind het annoying als er een Skype melding in beeld staat. Zo onderaan dat rondje. Ik sta op niet storen op Skype. Je kan me toevoegen op Skype. Link in de beschrijving. Link in de beschrijving. Skype naam staat in de beschrijving. Maar, ik sta op niet storen. Dat zeg maar geen meldingen krijgen. Behalve dat er helemaal onderin je beeld, naast je Skype logotje, een eentje, of een tweetje, of een drietje erbij komt. Als je wordt, als het ding naar je wordt, bericht naar je wordt gestuurd. Maar ik kan er zo gruwelijk aan ergeren dat staat. Ik weet niet of jullie dat hebben, laat achter in de reacties, maar. Wow. Ik merk het meteen. Maar net wat ik aan het doen ben, dan wordt het gezegd: bam! Ik ben er meteen op gefocust. Het is zo'n klein dingetje. Ook als je van 1 naar 2 gaat, merk je het ook. Want net ging je dus naar 2. Ik merkte het gewoon meteen. Like, what the fuck. Deze man merkt alles. Deze man merkt alles. Deze video gaat er helemaal nergens over. Gewoon totaal niet over de game. Terwijl ik in het begin van de video zei, ja, ik wil het graag over de game doen. Maar ja, verder. Verder, ik merk dat mijn commentaar beter wordt. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb het gevoel dat mijn commentaar beter wordt. Binnenkort een nieuwe webcam. En een nieuwe microfoon. Als je eens kijkt in... OBS ziet mijn webcam nog redelijk goed uit. Ik neem trouwens binnenkort Minecraft met OBS op. Fucking chill, maar voor mij loopt mijn mond niet mee helemaal synchroon in. Dat wilde ik dus ook met Far Cry doen. Ik wil Far Cry gisteren opnemen. Dus van, yes, doe ik OBS. Fucking makkelijk. Alleen,
daar loopt mijn stem helemaal niet meer synchroon met mijn ding, omdat het gewoon te zwaar is of zo om op te nemen. I don't know. Thundershock, fuck yeah. Oh, ik ben hier blij mee. Meneer. Ja. Yes, hij wil vechten. Na frameskip op 4 zetten. Dat zou het zetten, veel meer microfoon. Maar advanced. I don't know. Fuck it. Fuck what? Fuck it. Goed, ik heb trouwens al uitgekeken voor een nieuw roostertje. Jullie hebben waarschijnlijk op Twitter al gezien. Volg me niet op Twitter. Link in de beschrijving. @Kodaf. Ja, zeker, is te weten. Maar dan heb ik dus op Twitter gezet het schemaatje. Dus, ik moet nog wel terugkijken. Ik weet nou, echt legit niet. Maar het is maandag Pokémon. Dinsdag South Park. Woensdag Far Cry. Donderdag South Park. Vrijdag Pokémon. En zaterdag Far Cry en Minecraft. En zondag Bioshock en Minecraft. Voor mij was dat hem, maar dat weet ik niet zeker. Dus ik even een klein beetje gokken. Ja, Thundershock heeft helemaal geen zin hierop. Dus fuck, ik loop zo. Oh. Ik zie nu pas dat het een steentype is. Geodude, ik zit gewoon leuk te vechten, maar het is een Geodude. Fucking hell, ik zit niet door chillen. Ja, ik heb een gek stemmetje nu. Kijk, hiervoor wil ik dus een waterpokémon om die Geodudes makkelijk uit te schakelen en zo. Ja, dat is dat. Misschien moet ik binnenkort een paar nieuwe Pokémon vangen. Ik heb al op, voor mij is het Stefan die dat zei. En niet Stefan, mijn broer, maar Stefan. Minecraft skill heet hij in Minecraft. Hij heeft geen YouTube. Hij doet wel Cubeword op Edeldier. Misschien heeft hij wel een YouTube kanaal, I don't know. Maar hij zei van een helemaal Pokémon Henk. En zei ik van oké, doe ik. Verder. Wouter, Standaard Video's NL, heeft ook Pokémon op zijn kanaal. Dat is echt waar. Hij heeft gewoon echt Pokémon, jongen. En ik zei, nu mijn Pokémon Broccoli heeft hij gedaan. Zelfde aflevering dat hij eentje heeft gevangen. Broccoli heeft genoemd, is hij dood. Fuck jou. Hij was Nuzlocke. Informatie, hij doet Nuzlocke. Ga ik van hak op de tak? Ja, dat doe ik. Maar hij gaat eigenlijk dus Nuzlocke, wat dus inhoudt dat als de Pokémon doodgaat, is hij ook echt dood. Je geeft Walvislock, dat betekent dus als een Pokémon dood is hij echt dood. Maar krijgt na iedere gym 1 revive. En ik doe het gewoon normaal, weet je. Ik val toch al zo hard, stiekem. Stiekem faal ik hard met Pokémon. Maar dat ga ik niet zeggen tegen hem. Want dan denk je van, jij bent echt slecht. We kunnen jou uitlachen. Maar als ik dat niet doe, hebben ze niet door en denken dat ik goed ben. Fuck, hij is wakker geworden. In ieder geval heb ik dus echt een waterpokémon nodig. Fuck. Dat is de telefoon. Dus bedankt voor het kijken, zie ik de volgende keer weer en dan ga ik nu eten. Doei. Midden in de Pokémon-vecht. Wow, hoe gaat dit aflopen? Kijk de volgende keer weer. Ciao.